Gerard, ik kwam de nederlaag van afgelopen vrijdag wat dat betreft hard staan. Ja, die nederlaag wel, ja. Want als je kijkt naar de uitslag is er heel veel. 1-4. Dat staat heel slecht. Maar dat begrijpen wij ook. Dat begrijpen de spelers, dat begrijpen de trainers. Dus ja, we zijn hardop bezig weer om richting Twente weer een goed resultaat te boeken. Ja. Het gaat alleen maar over doelpunten maken. Hè. Dat gaat eigenlijk al weken bij jullie. Word je er af en toe een beetje moe van? Ja, want je moet er niet de nadruk op gaan leggen. Want dan gaat het toch een beetje spelen in het hoofd van de spelers. We creëren kansen genoeg. En het veldspel is ook niet altijd slecht. Alleen ja, we moeten een keer ophouden, denk ik, alleen maar door, want je begint er ook over. Over kansen die wij missen. En misschien dat we nu tegen Twente, dat we er niet over beginnen, dat is wel scoren. Ja. Nog één vraag dan toch erover, want je zegt dat je moet er niet de nadruk op leggen. Hoe probeer je dat te doen als je traint met die jongens? Nou ja, in ieder geval in positie te brengen, in situatie te brengen die ook voorkomen in de wedstrijd. Nou, dat hebben we deze week weer heel veel gedaan. Dus ja, de ene keer gaat beter dan de andere keer. Maar oké, zij moeten ook het vertrouwen hebben. En overwinning zal heel wat, in ieder geval goals, in ieder geval goed doen voor ons. Want dan krijg je zelfvertrouwen. Ja. Want los van de goals tegen Telstar, was je wel tevreden over het veldspel? Nou ja, tot de 16 meter. Hè? En dan gaan we weer richting de goal. Ja, we komen er vanzelf weer op. Zelf elke keer op terug. Nou ja, maar kijk, Telstar was niet beter dan ons. Alleen, kijk, dat het 4-1 is, dan gooi je natuurlijk net de laatste 10 minuten gooit helemaal open. We hadden ook kunnen kiezen om het dicht te houden en dan verlies je ook met 2-1. Dus dan moet je wat geluk hebben dat je nog een goal kan maken. Nou, dat hebben we niet. Maar oké, het veldspel op zich is helemaal niet zo verkeerd. Alleen ja, nu lijkt het heel slecht omdat je 4-1 verliest. Ja, dan pak ik even de voorbereiding erbij. Hè. Ik weet wel dat het zijn oefenwedstrijden, maar toen scoorden jullie makkelijker. Ook tegen makkelijkere tegenstanders, maar ook tegen ADO Den Haag. Ja, maar misschien was ADO ook niet zo goed. Hè. Want daarna hebben ze natuurlijk heel veel wedstrijden. ADO is begin ook niet goed geweest in de competitie. En daarna hebben ze een aantal wedstrijden gewonnen. Maar we moeten ook niet te veel terugkijken op de voorbereiding. We zijn nu bezig. Misschien is de verwachting voor de competitie wel veel te hoog uitgesproken naar buiten toe. Sommigen hadden het al over de top 8, top 6. Laten we eerst maar eens kijken of we een overwinning boeken. En dan moeten we eens kijken waar we eindigen. En niet over een plek waar we eindigen. We willen graag bij de play-offs horen. Nou, daar hebben we nog genoeg wedstrijden voor. Je hoeft maar één goede serie, net als vorig jaar, te draaien. En dan heb je een ticket. En laten we daar eens op concentreren. Maar laten we eerst concentreren op de wedstrijd tegen Twente. En dat is een overwinning. Ja, want je zegt, ze hebben het over plek 6 of plek 8, sommige mensen. Werkt dat dan ook door naar zo'n groep, denk je? Nou ja, dat kan wel een bepaalde druk leggen op de spelersgroep. Maar ook richting de trainers. En je moet wel proberen realistisch blijven. Nou, dat zijn wij als trainers. De spelersgroep weet dat ook. Nou ja, dus het komt niet van ons uit. Twente. Ja, een prachtig affiche lijkt me. Volgens mij in Enschede, dat wordt helemaal geweldig. Straks voor 24.000 mensen, maar dat is later in het seizoen. Wat is jouw indruk van die ploeg tot dusver? Nou, dat ze een hele nieuwe ploeg hebben. Dat zij veel moeite hebben zeker voor het thuispubliek, dat ze ook nogmaals de verwachtingen voor zichzelf ook niet kunnen waarmaken. Ja, en het is een ploeg waar je heel veel spelers niet kent. Er zijn een aantal, dat is de keeper, dat is Brama en dat is volgens mij in de Boeren. En de rest heb ik nog nooit van gehoord. En natuurlijk hebben we wel de beelden, we hebben de wedstrijden gezien. Maar het is heel lastig om in te schatten hoe goed ze zijn. Dat kan ik echt hebben. Natuurlijk, ze verliezen nu van Topos. Ze spelen gelijk tegen Helmond Sport. Ja, en ze hebben met geluk gewonnen van Sparta. Ja, heel lastig. Heel lastig. Dat is, maar het blijft natuurlijk wel gewoon een goede ploeg. Ja, want er wordt natuurlijk gezegd Twente kandidaat voor de titel, Sparta, Roda, NEC. Dat rijtje, verwacht jij dat uiteindelijk toch wel dat die vier ploegen daar komen te staan? Ja, dat denk ik wel. Dat denk ik wel, want ik vind dat Twente wel met hun begroting, met hun achterban, maar ook met de ploeg die ze nu, die zullen heus wel beter worden. Nou, laten we dat hopen dat ze het pas na ons gaan doen. Hoe fit is je selectie? Helemaal fit. We hebben iedereen. Alleen Brennen was ziek, die is er gewoon vrijdag bij. Siebe moeten we even aankijken, Siebe Schets. Een tikje gekregen afgelopen maandag tegen Roda. Maar dat zal geen probleem zijn.